René. We weten natuurlijk dat Studio Voetbal eigenlijk een kopie is van Sport aan Tafel. Maar dat ze nu ook nog met je aftrapjes gaan beginnen. Aftrapje is, dat is voorgoed weg nu. Aftrapje is afgelopen nu. Ja, jammer van het aftrapje. Ja, aftrapje. Maar ja, als Manolev je maar met rust laten natuurlijk. Ja. Dat, want die is voor mij. Hè? Ja, als ze ook Manolev is voor mij. We gaan niet, maar ik heb eigenlijk wat anders. Ik heb iets ontdekt. Maar heb je Manolev wel gezien dit weekend? Natuurlijk heb ik... Ja, nee. Dacht je dat ik niet ging zitten kijken als die speelt? Ja. Ja, daar ga ik speciaal voor zitten. Zelfs Rutte was kritisch erover. Ja, maar daarom laat ik niks van hem zien. Want kijk, ik ben een beetje teleurgesteld in Fred. Die zei, hij loopt te veel met de bal. Maar dat is juist hobby. Ja. Dat is juist hobby. Dat moet je niet aankomen. Dat moet je niet aankomen. Dat moet je hem laten doen. Dat is juist zo leuk. Ja, maar Rutte was nu zelfs teleurgesteld over Manolev. Dan maken we ons zorgen. Ja, jawel, maar ik maak me pas zorgen als ik in de krant lees dat PSV verder wil met Manolev. Ja, die hebben hem een contract aangeboden, een nieuw contract. Dus, maar jij laat hem vandaag met rust. Fredje heeft denk ik anderhalf jaar met zijn rug naar het veld gezeten. Die loopt al anderhalf jaar met die. Nee, maar ik heb iets